skaten kun je gewoon doen wat je wil, wanneer je het wil, waar je het wil in principe. Heel mijn vriendengroep ken ik via het skateboarden, dus het is voor mij gewoon echt een onlosmakelijk deel van mijn leven, zeg maar. Nice. Het is gewoon een goede uitlaatklep als je gefrustreerd bent of het zit allemaal even niet mee. Dan kun je dan gewoon even jezelf kapot gooien op een skateboard. Vanaf mijn tiende vrijdag van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds aan het skaten. Ja, dat wordt gewoon echt een soort tweede thuis, zeg maar. Dat is gewoon waar je je vrienden ontmoet, waar je met z'n allen aan het skaten bent. Voor mij is het een hele belangrijke plek en ik denk ook gewoon voor de gemeenschap. Ik hoor wel vaak van vaders dat ze dan zeggen van ik ben super blij dat mijn kind hier is, anders zou de hele dag op straat hangen en hier is hij tenminste in een veilige omgeving. Dat is denk ik gewoon heel belangrijk voor een stad om een skatepark in de buurt te hebben. Soms ben je gewoon echt gewoon super lang bezig met een trick en soms ook gewoon meerdere dagen. En dan ga je maar op je bek en op je bek en op je bek. Op een gegeven moment ben je er eigenlijk helemaal klaar mee. Maar dan denk ik ook van ja, maar als ik er nu mee stop, dan ben ik 100.000 keer op mijn bek gegaan voor helemaal niks. Dus dan kan ik het beter afmaken, want dan heb ik het tenminste nog ergens voor gedaan. Ja, en als je dan op zo'n moment die truc dan doorrijdt en het voelt allemaal lekker en je rijdt weg. Ja, dat is wel een beetje totale euforie, zeg maar. Zeker als je met bijvoorbeeld een grote groep vrienden bent, dat iedereen helemaal los aan het gaan is. Dat is voor mij het beste gevoel in de wereld, denk ik, ja.